applaus voor de derde van vandaag, Philippe Walsleben. Hij mag hier naar het podium komen, de man van BKCP Power Plus. Hij krijgt de bloemen van Alexandra en Emily, die de bloemen gaan overhandigen aan Philippe Walsleben. En de zonen van Emily en ook van Alexandra. Dan de trofee van de gemeente, die gaat overhandigd worden door de schepen van financiën, de heer Johan van Varenberg. Ja, schepen van financiën, dat is natuurlijk zeer noodzakelijk. Ah, ze hebben mij hier gezegd, financiën, kijk. Het zou van cultuur zijn, ja. En de champagne door de OCMW-voorzitter Dirk de Roek. Dat is Philippe Walsleben, derde plaats, dames en heren. Op de tweede plaats, graag uw applaus voor Belgisch kampioen Sven Nys. En voor mijn tweede plaats, die bloemen worden overhandigd door Tilleke en door Emily voor de Belgische kampioen van Krelan. En de zonen voor Sven Nys van Emily en ook van Tilleke. De trofee van de gemeente wordt geschonken. Het wordt overhandigd door schepen van Sport Antoine Slagmulder. Dat is de schepen van Sport en die gaat die trofee overhandigen aan Sven Nys. De champagne wordt overhandigd aan Sven Nys door de schepen van Openbare Werken, mevrouw Marleen Lambrecht. Sven Nys, tweede plaats, dames en heren. Van deze Steenbergen Cross 2014. De man van Surweb Napoleon Games. Graag uw applaus voor Klaas van Torno. En die bloemen gaan overhandigd worden door de voorzitter van de BKCP-bank, door de heer Paul Lemrechts, die de bloemen gaat overhandigen aan de winnaar, aan Klaas van Torno, BKCP, hoofdsponsor van deze wedstrijd en ook van het Belgisch kampioenschap. De mannen van BKCP, en nu applaus voor Klaas van Torno. Ook nog bloemen voor Klaas van Torno, overhandigd door Manon en Emily. Nog een boeket bloemen erbij voor Klaas van Torno. Ja, en die zal zich wat moeten bukken natuurlijk. En de zoenen voor Manon. Dan de trofee van de gemeente wordt overhandigd door de burgemeester van deze sportieve gemeente, door de heer Hugo De Walen. We hebben nog flessen champagne. En nog wat woordjes van de burgemeester aan die mannen. En ook voor Philippe Walsleben, we hebben champagne. In eerste instantie overhandigd door de schepen, mevrouw of meneer William De Wint. Die gaat ook nog een fles overhandigen aan Klaas van Torno. En dan, zeer belangrijk natuurlijk, we hebben ook een deputé van Sport in Oost-Vlaanderen en die leveren een zeer flinke bijdrage voor dat Belgisch kampioenschap. En de deputé van Sport, mevrouw Bruggeman, gaat ook nog een fles champagne overhandigen aan de winnaar van vandaag, Klaas van Torno. Geef ze nog maar een applaus. Winnaar Klaas van Torno. 2, Sven Nys 3, Philippe Walsleben. Een prachtig podium van vandaag hier op deze Steenbergen Cross 2014. En ja, ze gaan even naar voren komen, denk ik. Ziezo, voor de foto's, uiteraard. En geef ze maar een applaus. Klaas van Torno, Sven Nys en Philippe Walsleben. En de mensen van de organisatie en het college van burgemeester en schepen, de deputé van de sport erbij. En dan hebben we nog bloemen van Dirk Derde voor Emily Buis, de dochter van Johan Buis, de verantwoordelijke van de firma Kever, de bruggenbouwers op het parcours. Graag uw applaus voor deze mensen en voor Emily. Klaas, als we even hebben, ik ga tot bij u komen voor een klein woordje, we gaan u niet lang ophouden. Eindelijk is het gelukt, Klaas, na vele podiumplaatsen hier in Erpenmeren. Maandag zeiden we het nog op de persvoorstelling, nu zit het erin voor te winnen. Ja, het is heel leuk om de eerste opener van het seizoen te winnen. Het is een heel mooie omloop, een heel zware omloop.
Ik was erop gebrand, maar dat waren er nog meerdere renners. De regen heeft natuurlijk die omloop nog zwaarder gemaakt, want die omloop wordt elke maal wel onderschat, heb ik de indruk. Ja, toch wel. Je ziet het niet, maar je voelt het wel in de benen. En, zeker na enkele ronden is het een afvallingswedstrijd. En echt een uur lang uw eigen tempo proberen te fietsen. En dat is me mooi gelukt. Natuurlijk ook een mentale opsteker, die overwinning vandaag voor het verder verloop van het seizoen. Maar ook voor dat Belgisch kampioenschap. Ja, dat is nog heel lang weg. Laat ons gewoon rustig blijven. Ik wil nu gewoon verder teren op deze conditie. Het zal blijven werken zijn, want de tegenstand zal het me nog zeker heel zwaar maken. Ploegleider en ploegmanager waren zeer tevreden, had ik de indruk. Ja, iedereen kijkt er naar uit. Het is altijd stressen naar deze eerste wedstrijd. Iedereen kijkt er naar uit, het publiek kijkt er naar uit, de pers kijkt er naar uit. Vooral de managers kijken er ook natuurlijk naar uit. Met vele ambities natuurlijk, die managers. Ja, voilà. Het is heel belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Voor mijzelf, maar ook voor de ploeg. Oké, Klaas, we gaan er laten. Geef maar een applaus, de winnaar van deze Steenbergcross, Klaas van Tornhout. Ziezo, dames en heren, dat was de opener van het Belgische crossseizoen, het A-crossseizoen, hier vandaag op de...